Paulien Coquet, Imke Vervaat, gefeliciteerd. Een heel vlotte finale plaats hier op de World Relays. Allebei ook heel stevig gelopen. Vertel eens, hoe ging de wedstrijd? Het voelde vooral leuk om zo te voelen van oké, ik kan bij de polsen blijven, ik kan haar volgen. En dan vooral als ik de stok aan Paulien geef, voelen van oké, de derde zit redelijk wat achter. Dus dat was eigenlijk echt al een leuk gevoel om Paulien zo te kunnen lanceren. Ja, voor mij gaf dat ook wel wat zekerheid. Ik zag dat de derde vrij ver was. Dus dan wist ik, oké, nu is het gewoon bij de Polonaise blijven, bij die van de Polsen blijven. En dan gaan we het hier gewoon afmaken. En het was eigenlijk wel een vrij goed gevoel, een vrij gevoel ook, voor met die zekerheid te kunnen lopen. Vooraf was het doel, die rechtstreekse kwalificatie voor dat WK, is nu binnen. Maar jullie hebben ook de derde tijd vandaag in die reeks. Doet dat dromen naar meer? Ja, klopt. Derde tijd. Nice, voilà. Kijk, morgen staan we zonder stress. We hebben ons doel gehaald, die rechtstreekse kwalificatie, continuïteit na Tokio ook. Dus morgen is het gewoon genieten. En het is eigenlijk de laatste voorbereiding voor Tokio morgen, dus dat is wel tof. En toe ook heel veel deugd. We hebben het EK niet kunnen doen. Omdat we zo gezegd niet de beste waren, maar nu zitten we ons hier toch weer op de kaart. We zijn het derde land inderdaad dat hier een tijd binnenhaalt. Dus dat doet heel veel deugd. En we tonen nogmaals dat de ploeg veel meer kan dan onze individuele tijden. Dus dat doet alleen maar nog meer magie ontstaan voor Olympische Spelen. Durven jullie een stoute voorspelling doen met het oog op morgen? Of is dat voorlopig apart? Dat is altijd moeilijk. En als iemand dat vraagt, zeg ik altijd zoals Camille. In de finale is altijd alles mogelijk. Dus niets staat vast. Dus we zien wel, we gaan ons best doen en we zien waar we uitkomen. Morgen wordt het vooral genieten. Ons doel is binnen, dus we zijn super content. Dus, Dankjewel. Dankjewel.